Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb het koud. Nou, dat is ook niet zo heel gek. Ik kreeg net te horen dat vrijdag de persconferentie al is. Nou, dat vind ik zelf niet een heel goed teken als ze hem een week vervroegen. Ik had het zelf eigenlijk maandag of dinsdag verwacht. Aankomende maandag of dinsdag, maar goed, vrijdag dus al. Ik heb op zich redelijk wel geslapen. Ik keek alleen op een gegeven moment op mijn telefoon. Toen zag ik een gemiste oproep. Shit. Maar het was niemand van de familie. Ja, wat het wel was, weet ik niet. Het zal wel weer zo'n irritant bedrijf zijn die je continu lopen te bellen. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Maar ik heb echt continu van die bedrijven die je lopen te bellen voor je energie en zo. En ik snap niet hoe ze aan mijn nummer komen. Want ik geef nergens mijn nummer door. Maar op een of andere manier komen ze er wel aan. Dus ik word er helemaal niet goed van. Dus daar had ik twee gemiste oproepen van. Ik zal straks die nummers nog eens even traceren. Ja, gisteravond hebben we ook nog wel even een gesprek gehad in de groepsapp. En dat stemde ons eigenlijk alle drie ook wel een beetje verdrietig over mijn oma. En ja, toch omdat ze meer moet drinken. Ze heeft nu ook infuus gekregen. Ik weet eigenlijk niet of ik het al had verteld. Ze heeft van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends een infuus om dat vocht aan te vullen. Maar ze kan gewoon zelf heel slecht bij haar eigen drinken. Dus het moet haar echt aangereikt worden. Dus ja, het baart ons allemaal wel een beetje zorgen. Dus daar hadden we ook even een gesprek over. En nou ja. Dat. Ik heb verder gisteravond gekeken naar Bureau Hofstad. En dat was ook wel weer heel erg mooi om te zien. Maar er is altijd één ding wat ik me afvraag. Als ik die agenten de straat op zie gaan, hebben ze zo'n blauw bandje om hun pols. En ik vraag hem elke keer weer af, waar dient dat bandje toch voor? Want de een heeft hem wel, de ander niet. Dus ik zei dat op een gegeven moment tegen Nathalie. Ik zeg, nou, dat valt me op dat ze zo'n blauw bandje om hebben. Nou, dus heb je een foto. Dus ik probeerde op een gegeven moment even een foto te maken van dat polsbandje. Nou, dus misschien is het wel van een lokker. Maar ik weet niet waar dat bandje voor dient. En dan ben ik ergens toch nieuwsgierig van, waarom dragen ze zo'n bandje? Ik weet niet. Zal wel, ja, gewoon nieuwsgierigheid zijn. Nou ja, toen ben ik aan de vlog gaan werken. Dus dat was allemaal top. Die heb ik afgekregen. Ik heb de foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af. Dus daar moet ik vanavond nog eventjes mee verder. Toen ben ik Unbelievable gaan kijken. Was ook wel weer heel erg mooi. En daarna had ik Witsen. Dus dat was het. Dus eigenlijk dikke prima. De muisje zit me aan te kijken met grote ogen en grote oren. Dus dat. Ik heb een pakket binnengekregen. Ik heb namelijk iets van Black Friday gekocht. Het is iets wat ik al heel lang wilde hebben. Namelijk een ringlamp. Ja, ik merk gewoon met filmen, met mijn losse video's ook. Het is vaak zo donker dat ik gewoon merk dat de kwaliteit soms wat achteruit gaat. En dat vind ik gewoon jammer. Want ik wil gewoon eigenlijk wel kwaliteit blijven leveren. Maar ja, soms moet ik vaak met de gordijnen dicht filmen omdat de zon in mijn ogen schijnt. In de winter is het vaak gewoon te donker. Dus het stond al heel lang op mijn lijstje. Toen ben ik eigenlijk afgelopen zomer ben ik naar de stad geweest. Toen ben ik even naar een zaak gegaan. Ik ga eerst even mijn batterij wisselen, want die is leeg. Verse batterij erin. Dus dat is mooi. Ik ben toen naar een camerawinkel geweest en toen vroeg ik van, goh, hebben jullie deze ringlamp? Nee, hadden ze niet. Ze konden hem wel bestellen, moest ik hem in die winkel afrekenen. Werd hij bij me thuis bezorgd, maar er zat een besteltijd op van nog een tijdje. Dus ik had zoiets, nou, dat doe ik niet. Dat voelt niet oké. Toen ben ik me toch nog weer even gaan verdiepen erin en toen kwam ik toch er eentje tegen die beter was. Maar ja, ik had zoiets, ik ga het eigenlijk gewoon nog niet doen, ik wacht nog heel even. Toen zag ik per toeval van het weekend dat hij dus in de Black Friday sale zat. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het toch doen. Ik ga hem er even bij pakken. Het is namelijk deze ringlight van Falcon Ice. Ik zal hem even uit de doos halen. Ik hoop dat dat lukt met één hand. Nee, ik ga hem er eventjes uithalen voor jullie. Nou, dit is hem. Hij komt in een mooie hoes. En dan is dit de lamp. Er zit een accu bij. En nou, deze kan meerdere standen hebben. En ook om het te bevestigen en zo. Dat is allemaal prima. Alleen, hij past dus niet goed op het statief wat ik nu heb. Ik heb nu een statief. En ik kwam er toch achter dat het beter was om een echte statief te hebben voor een lamp. Die heb ik toen ook gisteren besteld. Die zou vandaag verzorgd worden, maar die komt pas morgen.
Dus daar baal ik een beetje van. Want ik wilde morgen natuurlijk gelijk de lamp gebruiken met filmen. Maar misschien is die wel op tijd en kan ik hem dan gewoon gelijk gebruiken. Maar daar ben ik wel heel blij mee. Ik was alleen... Ik doe hem even intussen terug in de doos wat minder blij. Want ze hadden deze doos. Deze doos stond... deze lamp zat verder niet in een doos. Ze hadden deze lamp gewoon in de... Ja, de doos waar ik die net liet zien. Daar zat hij. Daar hebben ze gewoon het adres op geplakt. En zo is hij bij mij binnengekomen. Daar baalde ik een klein beetje van. Want ja, ze zetten hier de pakketjes vaak voor de deur neer. Dan denk ik van ja, maar waarom zit er dan geen doos omheen? En nou weet ik wel dat er dozen tekort zijn. Maar ja, ik weet niet of dat de reden is. Maar goed, morgen dus het statief. En dan hoop ik dat de kwaliteit ook weer wat beter wordt en dat het minder donker is. Ik ga nu gewoon even aan de schoonmaak. Daarna ga ik eventjes spullen journalen. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga een muziekje aan doen. Ik ga het water en zo even klaarmaken. Dus ik zet jullie er gewoon weer bij. Dus dan ga ik mooi eventjes dat doen. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Klaar, de woonkamer is lekker schoon. Ik vond alleen, ik hoorde een dingetje vallen, een schroefje. En ik weet niet waar die uitkomt. Dat vind ik altijd een beetje eng als je dat soort dingen hoort en je weet niet waar het vandaan komt. Maar ja, ik ben er nog steeds niet achter. Dus nou ja, misschien kom ik hem eerder wel tegen. Ja, waar die uitkwam, ik heb in ieder geval hem apart gelegd. Maar het was wel lekker, alles weer even schoon. Katjes hebben net ook lekker hun eten achter de kiezen. Ik had een hele vieze bril, zat een hele vlek op. Maar ik was er lang met mijn handschoen langs gekomen. Ik denk dat dat de vlek heeft veroorzaakt. Die heb ik ook mooi eventjes weggepoetst. Daarna even verder gegaan met de doodles. Ze zijn nog niet helemaal af. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik ze af zou krijgen, maar het is nog niet helemaal gelukt. Maar misschien dat ik ze morgen eventjes afmaak. Het zijn er echt nog een paar die moeten. Dus het zijn nog de moeilijkste. Dus dat is op zich prima. Ik heb net even de programma's ingesteld die ik op wil nemen. Want ik kijk vanavond het perfecte plaatje. Je hebt ook nog Ajax, dus ik zet wel even het scherm neer. Maar die is om kwart voor zeven al. Dus ja, altijd een beetje een nare tijd vind ik dat. Maar ja, goed, het is niet anders. Als ik het perfecte plaatje heb afgekeken, ga ik even een stukje van Je Huis op Orde kijken. Dan kan ik ook mooi vanavond even tussendoor die foto's afmaken die nog bewerkt moesten worden. Nou ja, ik ga de vlog even inplannen en een thumbnailtje maken en dan het artikel schrijven. En daarna ga ik verder met Unbelievable en dan heb ik Hudson en Rex. Dat heb ik ook al even opgenomen. Dus op zich wel weer een prima avondje. Maar wel fijn dat alles nu weer schoon is. Ik krijg er altijd wel echt een fijn gevoel van. Het werd alleen alweer donker, dus ik heb lekker de lampjes aan. Maar dan vind ik het straks ook wel gezellig als de kerstverlichting er weer een beetje hangt. Maar goed, daar wacht ik echt nog wel even een week mee hoor. Ik wacht minimaal tot december, maar dat had ik al verteld. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan ga ik straks even lekker warm douchen, want ik heb het best wel koud. Ik hoop dat de was zo klaar is, ik kan niet mooi even de droger in. En dan heb ik eigenlijk alles wel weer een beetje op orde voor vandaag. Dus dan
Ja, altijd wel fijn als dat allemaal weer klaar is. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 25 november. Ik ben klaargemaakt en het fijne nieuws is dat mijn statiefje is binnengekomen. Hij staat hier achter me. Die zou eigenlijk gisteren al komen, maar die kwam uiteindelijk vandaag. Toen zou hij tussen 2 en 4 komen. Toen dacht ik, ah, zul je net zien dat hij pas rond 4 uur komt en ik wil het eigenlijk vandaag al gaan gebruiken. Maar goed, hij was er al, dus dat is mooi nieuws. Ook positief nieuws omtrent mijn oma. Ze was weer wat helderder, ze had weer wat meer kleur in het gezicht. Ze heeft zelfs een zuster herkend qua naam, dus dat was natuurlijk super knap. Ja, ik denk echt dat dat vocht wat ze krijgt, het infuus, dat dat echt wel goed doet. Dat ze gewoon echt weer lekker vocht binnenkrijgt. Ze drinkt ook weer wat beter, alleen zelf drinken, dat lukt gewoon nog niet zo goed. Maar ja, ik was heel blij met dat bericht, dus dat was heel positief. Gisteravond heb ik Ajax gekeken en we zijn weer door. Dus dat is ook wel weer lekker, weer een mooie winst te pakken. Is heel blij mee. Nou ja, ik heb ook gewoon goede tijden gekeken. Daarna het perfecte plaatje. Dat was ook wel weer heel leuk. Ze moesten een filmposter maken. En het leuke was, die filmposter werd dus ook daadwerkelijk van de winnaar gebruikt voor die film. Ja, ik heb een heel klein haartje in mijn. Ik heb hem lip zitten, op mijn lip zitten, in de gloss, zeg maar. Maar Georgina Verbaan, die won deze opdracht. En ik snapte het niet helemaal, want deze poosje deed me heel erg denken aan een thriller. En het ging om een romcom. Hij deed me heel erg denken aan de film Daglicht. Omdat zij voor een donkere achtergrond heeft gekozen. Dan heb ik hier een boek staan. Kijk, en dit is een thriller. En je ziet dus dat ze hier ook een donkere achtergrond gebruiken. Nou, dat had zij dus ook gedaan. Daardoor snapte ik niet helemaal de keuze waarom zij won. Want ik vond het dus geen romcom-achtige poster. Ik vond die van Juvalt wel heel erg goed. En die deed mij ook wel weer heel erg denken aan een film, moet ik zeggen. Volgens mij was dat. Ja, alles is liefde of zo. Of dan. Nee, alles is familie. Aan die film deed die poster mij denken, omdat hij ook voor een witte achtergrond had gekozen. Daarna hadden ze een campagne voor ja, een soort overheid, zeg maar. Daar hadden ze kinderen en dan moesten ze een foto maken dat bijvoorbeeld iemand botox kreeg of met roken of cocaïne hadden ze of de zonnebank. Nou ja, en uiteindelijk zou Patrick naar huis toe moeten, wat ik heel jammer vond. Maar die heeft een wildcard gekregen. Dus ze hebben ervoor gekozen om hem te laten blijven. Want die konden ze één keer inzetten. En ja, ze zeiden toch, wij hadden ook niet zien aankomen dat hij naar huis zou moeten. Dus die hadden ze ingezet. Dus dat was wel super tof. Daarna een stukje van mijn huis op orde of je huis op orde gekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Het was wel een beetje drama, want ze hadden een beetje jonge kinderen. En Victor gaat op een gegeven moment bij die kinderen zitten. Ja, wat gaan we dan weggooien? Nee, we gaan niks weggooien, zegt dat meisje, want ik mag alles houden van mama. Dus dat werd het niet. Dus uiteindelijk is die moeder er zelf bij gaan zitten. Maar was ook niet heel consequent hoor, wat ik zo zag. Want zij had zelf ook wel moeite met dingen weggooien. En ik snap het heel goed hoor. Maar ja, ik vraag me dan af, wil je met al je spullen op tv? Dat zou ook wel een dingetje vinden. Maar ik vind het wel een heel leuk programma. Ik heb de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn artikel geschreven. En daarna ben ik Unbelievable gaan kijken. En toen had ik weer Hudson en Rex. En dat was ook wel weer heel erg mooi. Dus dat was de avond. Ik ga zo eventjes dit in elkaar zetten. En ik dacht, daar kan ik jullie wel eventjes bij zetten. Hoe ik dus de lamp op het statief en zo ga plaatsen. Ik weet zelf ook niet zo goed hoe dat werkt. En dan kan ik daarna een mooie video opnemen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga eerst even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ja, zet ik jullie er even bij als ik dat in elkaar ga zetten. Dan kunnen jullie ook even gelijk het statief zien. Want je kunt het nu niet zien. Hij staat wel op de doos, maar er staat ook mijn adres en zo op. Want ze hebben dus wederom weer geen extra doos gebruikt. Dus gaan we het eventjes zo doen. Dus dat is eventjes de planning. Dus tijd om dat te gaan doen. Thank you.
Ik heb hier nu even de lamp staan, maar zoals je kan zien, het zit nog niet helemaal goed. Want ik krijg dus nu de camera er nog niet bovenop. Dus ik moet even kijken hoe ik dat nog goed kan doen. Ik heb hem nu even ervoor gezet. Ik denk wel dat het al wel beter is qua licht, maar ik weet nog niet helemaal goed hoe dit werkt. Dus mocht iemand daar een tip voor hebben, hoor ik dat graag. Want ik snap nog niet helemaal hoe dit precies in zijn werking gaat. Dus ja... Er zit ook zo'n licht dopje zat erop. Die heb ik hier even liggen. Kijk, deze zat op het statief. Maar mocht iemand dus nog een tip hebben hiervoor, hoor ik het heel graag. Want ik ben er nog niet helemaal uit hoe dat dus werkt. Maar goed, voor nu staat hij in ieder geval. Nou, zoals je hebt kunnen zien, ging het allemaal nog niet helemaal van de leien dakje. Ik heb in ieder geval geprobeerd jullie erbij te zetten toen ik het in elkaar zette. Maar ik had er nogal veel moeite mee. Dus ja, het was allemaal een beetje lastig, maar ja, ik moet gewoon even inkomen in de hoop dat het dan wel beter gaat. Maar ja, soms zijn nieuwe dingen gewoon een beetje moeilijk. Katten hebben net gegeten, ik heb de bolk even opgeruimd. Ik heb even de doodles afgemaakt, ik heb niet heel veel meer gebulletjournald, want ja, ik moest de boel nog even opruimen. Maar in ieder geval, de doodles zijn af, dus dat was wel fijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb wel makkelijk eten, dat scheelt. Ik ga wel de nagellak eraf halen, want het is nu best wel beschadigd hier en daar. Dus nou, dan kan het er mooi af. Vanavond heb ik gewoon goede tijden. En meester Frank Visser, hoe is het nu met? Daarna heb je Alberto Stegeman. En de cover in Nederland vind ik altijd wel heel erg mooi. Dus dat ga ik mooi kijken. Verder moet ik vanavond een hele reeks foto's bewerken. Dus ik hoop dat ik daar even heel ver mee kom. Ik ga Unbelievable kijken en de allerlaatste aflevering van Adem in, Adem uit. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus ja, op zich wel lekker relaxed. Ik heb alleen per ongeluk net de stroom van tv en zo uitgedaan. Dus die moet nu weer even opstarten. Dus dat is hij nu aan het doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks bijzonders meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 26 november. Ik ben klaargemaakt en het is ijskoud buiten. Mijn moeder die zei het al in de groepsapp. En ik moest even naar buiten. Ik moest even de oude piekliko aan de weg zetten. Die wordt morgen geleegd. En ik had een hele volle vuilniszak. Die moest ook weg. Ik had mijn jas aan, maar de wind sneed er doorheen. Dus het was inderdaad goed koud. Dus ik heb het er nog een beetje koud van. Maar goed, ik word vanzelf warm, want ik moet toch aan de schoonmaak. Langzamerhand druppelen de eerste berichten al binnen over de persconferentie vanavond, wat we kunnen verwachten. Wat ik nu zo zie, valt het nog mee, maar volgens mij is het nog niet definitief. Dus, nou ja, we gaan het gewoon afwachten vanavond. We gaan het wel zien. Ik heb gisteravond nog eventjes gekeken naar het systeem voor aan het statief, voor de ringlamp. En ik heb het nu gevonden hoe die dus goed blijft zitten. Ik was even bang dat ik nog een extra dingetje erbij moest halen, maar dat hoeft helemaal niet, want ik weet dus nu hoe ik hem goed kan bevestigen. Dus dat is natuurlijk een goed teken. En ik hoop voor jullie dat het dan ook beter wordt qua licht natuurlijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik zag dat de overburen, of overburen, de mensen aan de overkant, de kerstster hadden opgehangen. En het was heel grappig. Ik zat van de week nog te denken van, wanneer zouden hun die ster weer ophangen? Hun hebben altijd een hele mooie ster. En gisteravond dan hingen die er ineens. Dat was wel heel grappig. Misschien als ze hem nou eind van de middag al aan hebben, kan ik hem nog even voor jullie filmen. Maar moet ik even kijken, want het is wel heel moeilijk te zien. Ik had gisteren geprobeerd even een foto te sturen in de groepsapp. Die was ook niet heel duidelijk, maar ze konden het wel ietsje zien. Maar ja... Wel weer gezellig. Ik ga volgende week, vrijdag, ga ik de boel in kerstsfeer brengen hier. Dus ja, ook wel weer zin in. Ook wel weer leuk. Even wat gezelligheid in huis. Wat meer lichtjes en zo. Ja, gewoon even leuk. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ja, eerst goede tijden. Maar ik hoorde dus gisteravond dat Babette van Veen en Joep Chardons uit de serie zijn geschreven. Zij spelen Anton, of Linda en Anton Bouwhuis. En de geruchten gingen al wel, maar het is dus nu definitief. Hun hebben de serie moeten verlaten, niet op eigen verzoek, maar de makers hebben ze eruit geschreven. Dan denk ik van ja, weet je, er zijn er wel meer die niet echt meer een verhaallijn hebben. Ik bedoel, kijk naar Laura, die heeft ook al jaren niet echt meer een verhaallijn. Dat ik denk van, ook niet echt een toevoeging meer. Maar goed, die zijn er dus uitgeschreven, dus vind ik op zich nog wel jammer. Het is wel een beetje een leegloop zo bij goede tijden. Je krijgt er ook wel weer nieuwe mensen voor terug, maar vind ik ook niet altijd alles. Dus ja, ik vind het wel jammer.
Daarna heb ik even Meester Frank Visser gekeken. Hoe is het nu met? Was ook wel leuk. En even Alberto Stegeman. Alleen de confrontatie viel mij een beetje tegen. Want ja, hij kon die man niet echt heel duidelijk aanspreken. Dus dat vond ik wel jammer. Dus ja, ik heb het wel eens heftiger gezien. Dan viel dit gewoon een beetje tegen. Maar goed, ik heb alle foto's klaar met bewerken. Was best wel veel. Ik ben ook al begonnen met het artikel. Dus dat is mooi. Daarna heb ik Unbelievable gekeken en toen had ik de laatste aflevering van Adem in, Adem uit. En dat eindigde toch nog heel anders dan dat ik had verwacht. Ik vond hem heel spannend, maar het was zo anders dan dat ik had verwacht. Maar ja, misschien is er nu nog een reden voor een seizoen 2, maar dat weet ik niet. Daar heb ik ook nog niks meer van gehoord. Dus ik weet niet of ze dat van plan zijn of dat het echt een eenmalige serie was. Maar ik heb in ieder geval wel heel erg van genoten. Mijn boek is uit, gelijk een nieuw boek begonnen, want ik had dat boek bijna uit. Dus dat was ook wel weer leuk. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga zo de slaapkamer doen. Ik ga eerst eventjes de nieuwe kleding in de handwas doen. Want dat kan nu mooi allemaal, want ik heb de video opgenomen. Dus dat kan nu mooi even in de handwas. Vind ik altijd wel fijn. Altijd even kleding wassen voordat ik het ga dragen. Ik weet niet of meer mensen dat doen, maar ik doe het standaard. En ja... dan ga ik daarna even lekker de slaapkamer doen. Even lekker alles weer schoon. En lekker schoon bed en zo. Dat vind ik ook wel weer lekker. Dus ik ga hier even stofzuigen en de kattenbakken scheppen en zo. En dan ga ik eventjes wat doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja. Ik ga er maar even aan beginnen. Des te eerder ben ik ook weer klaar, zou ik zeggen. Zo, heerlijk weer klaar. Zo even een klus, maar het is weer allemaal lekker schoon, dus dat is top. Lekker schoon bed, dus dat is super. Ik had gehoopt dat ik mijn sok nog kon vinden die ik kwijt was, maar die heb ik nog niet gevonden.
Misschien komt hij heel goed. Ik had even alle nieuwe kleding gewassen. Dat hangt nu ook al eventjes. Want dat hoeft niet in de droger. Dat weet je, dat is een handwasje. Dat droogt zo. Maar ik had beloofd om die ster even te laten zien. Ik zie nu dat hij aan is. Ik ga even proberen of ik kan inzoomen. Kijk, hoe leuk. Ik vind het zo leuk als ik hem dan weer zie. Ja, ik vind hem echt wel heel erg leuk. Zoom even uit. Want anders dan... sta ik zo meteen met mijn snuffert heel groot in beeld. Er zit ook niemand op te wachten. Dus ja, nou wel lekker alles weer klaar. Ik ga vanavond een Starbucks koffie nemen. Ik had van die cappuccino van Starbucks. Die had ik nog nooit geproefd. Die ga ik vanavond eens even proeven. Ik ben wel heel benieuwd. Die moet in de Dolce Gusto. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Katten hebben ook lekker net gegeten. Dus dat is top. Ik ga zo even nog lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond natuurlijk de persconferentie. Ik ga wel kijken. En dan zien we het wel. Verder heb je vanavond de Mask Singer. Dus dat ga ik mooi kijken. En dan ga ik daarna even je huis op orde nog afkijken. Dan moet ik de video nog in elkaar zetten. Mijn artikel nog verder afmaken. Dus ik heb nog genoeg te doen wat dat betreft. Ik ga verder met Unbelievable. En ik heb vanavond weer Salamander. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel bijzonder. Maar ik ben wel weer benieuwd bij de Mask Singer. Ik ga zo eerst even mijn vochtgehalte aanvullen. Want ik heb dorst. En ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 27 november. Ik ben klaargemaakt. Laten we gelijk maar even beginnen bij de persconferentie van gisteren. Ik vond hem nog mals. Mild eigenlijk. Ik vroeg hem ook echt af of we hier een week eerder voor een persconferentie hadden moeten doen. Ja, er zijn natuurlijk wel weer branches die hard geraakt worden. Bioscopen, horeca... winkels, alles mag maar tot 5 uur open zijn. Nou denk ik dat bioscoop en horeca hierdoor wel heel veel geld gaan mislopen. Want ja, door de week als mensen moeten werken. Ja, kunnen ze niet zomaar even gaan eten of naar de bioscoop gaan. Ik bedoel, als ze dat willen doen, dan willen ze dat natuurlijk in de avond doen. Want overdag kunnen ze niet omdat ze aan het werk zijn. Ja, als iets maar tot 5 uur open is, ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Dus ik denk dat die het echt van de weekenden moeten hebben. Scholen blijven dan wel open. Maar ja, weet je. Ik vraag me wel af of we het hier weer mee moeten gaan redden. Ja, nogmaals, ik vond het heel mild. Ik had niet zoiets van, oh, wat heftig of zo. Vraag me wel steeds meer af wat Hugo de Jonge daar doet. Want zijn toevoeging vind ik echt 0,0. Ik heb echt zoiets van, Oké, ik dwaal een beetje af zodra hij zijn mond opentrekt. Maar dat komt ook gewoon omdat er naar mijn gevoel niet heel veel zinnigs uitkomt. Omdat we het allemaal wel weten. En omdat iedereen er toch wel klaar mee is. Ik merk ook dat ze op televisie bijvoorbeeld de vragen niet meer uitzenden. Ik kijk altijd op RTL. En dan ja, dan kun je wel op RTLZ geloof ik verder kijken voor de eventuele vragen die gesteld worden. Maar dan denk ik van ja... Vaak zijn de vragen ook een beetje dom en ik zeg wel eens domme vragen bestaan niet, maar dan denk ik van er is net iets uitgelegd en dan stellen ze daar een vraag over dat ik denk van heb je wel geluisterd, maar oké. We gaan het zien, 14 december is er weer een heroverweging, dus nou ja, het is weer voor 3 weken, we gaan het allemaal meemaken. Ik heb de Mask Singer gisteravond gekeken, was wel weer heel erg leuk. Ik had alleen wel gehoopt dat de stier eruit moest. Maar dat komt gewoon omdat ik die stier gewoon super eng vind. Hij kan best wel heel goed zingen. Maar ik vind gewoon dat pak, daar krijg ik de kriebels van. En zo'n horens die, waar Ruben elke keer zijn hoofd tegenaan stoot. Je hoort echt zo pok. Ik denk, auw. Maar goed, uiteindelijk moest de boekenworm eruit. Dus, nou ja. Ik heb daarna even je huis op orde verder afgekeken. Het was ook wel weer leuk. Mooi geworden ook. Ik vraag me alleen af of deze mensen het redden om hun huis netjes te houden. Het zou wel leuk zijn als ze nog een keer teruggaan om te kijken hoe het er dan nu voor staat. Want ik weet natuurlijk ook niet wanneer dit precies opgenomen is. Maar ik hou mijn hart een beetje vast. Ik heb de video in elkaar gezet. Iemand zit aan mijn haar hier. Dat is Mickey. Waarom zit jij aan mijn haar? Vriend? Mickey? Ik hoor je niet, ik slaap. Nee, ze slaapt niet. Dus ik heb mijn artikel ook geschreven. Toen ben ik Unbelievable gaan kijken. Ik heb vanavond daar de laatste aflevering van. Dus ook wel weer heel erg leuk. Spannend ook. Hoe dat afloopt. En daarna Salamander. Dus dat was verder ook de avond. Ja, vandaag op de planning. Ik wil eigenlijk even een deel van de keuken schoonmaken. Want die is echt wel een beetje vies. En dat irriteert me. Dus dat moet even schoon.
Ik moet even de Sinterklaas cadeautjes inpakken. Ik kan jullie daar helaas niet bij zetten. Maar ik kan wel eventjes filmen wat ik heb gekocht voor de familie. En dan kan ik dat even in de volgende weekvlog plakken voor de mensen die dat leuk vinden. Want als ik het er nu al in doe, dan... deze weekvlog komt natuurlijk op donderdag online. En het is op zondag pas Sinterklaas. En ze zouden die weekvlog al kijken, dan weten ze al wat ze krijgen. Dus dat is een beetje jammer. Dus dat zou ik wel even kunnen doen. Dan doe ik die beelden gewoon op 5 december er eventjes in. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is verder de planning. Ik moet eigenlijk nog een was in de kast leggen. Maar dat zou ook morgen kunnen. Oh, moet dit? Ja, dit moet blijkbaar. Dus ja, ik ga gewoon eventjes wat doen. En dan, ja, ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ik ga eventjes aan de gang. Een schone keuken verder. Ik heb deze even helemaal op de zijkanten helemaal gedaan. Het voelt helemaal niet meer vet meer. Dit heb ik er allemaal afgehaald en schoongemaakt. De keukenkastjes, mijn aanrecht, de apparaten heb ik schoongemaakt. De zijkanten, dit hoekje heb ik helemaal schoongemaakt. Dit is er allemaal af geweest. Dus ja, ik ben wel weer heel blij met de schone keuken. Dit moet allemaal nog afgewassen worden. Ik heb ook even het bakje van de wasmachine erin gezet. Die is heel vies. En ja, dan heb ik gewoon weer een hele schone keuken. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Eigenlijk helemaal niet zo heel lang bezig geweest. En het is weer helemaal lekker schoon. Dus heel fijn. Cadeautjes zijn ook weer ingepakt. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Maar dat weet ik natuurlijk pas volgende week. Maar het is in ieder geval allemaal mooi ingepakt. Ik kreeg laatst nog de vraag van een van jullie, die zou het wel leuk vinden om wat meer te zien van mijn bullet journal. Nou, dit is mijn musboekje. Mijn bullet journal van Mus. Nou, die zit al heel vol, want dit is allemaal al opgebruikt. Ik heb dit echt letterlijk nog over, dus volgend jaar moet ik een nieuwe kopen. Nou, ik begin de maand altijd met een tekening. Dus dit is de tekening van augustus, die heb ik dan zelf getekend. Dus ja, deze is dan echt voor augustus en ik ben nu bezig met van de dierentuin. Hier heb ik het verhaal geschreven wat we hebben gedaan op die dag. Ik heb hier bijvoorbeeld gewoon iets geplakt uit een foldertje, want dit heeft ja, allemaal dieren die je in de dierentuin ziet. Dat vond ik passend. Nou wil ik hier dus nog wat dingen aan gaan toevoegen, zoals waar we in de dierentuin geweest zijn. Het liefst zou ik het logo van de dierentuin nog toevoegen, maar ik weet niet of ik dat goed kan tekenen. Dus dat moet ik even kijken. Ja, en dan gewoon wat dingen eromheen die ik dus heb gedaan. Wat eten, koffietje, dat soort dingetjes. Die ga ik hier dan bij plakken. En ik heb nog wat dingen met dieren. Maar ik weet alleen niet of ik die nu heb meegenomen. Dus het kan zijn dat ik die nog eventjes moet pakken. Maar zo vul ik dus een beetje mijn mus in. Ik kan even kijken of ik één pagina heb die totaal af is. Even zoeken. Ik heb hier bijvoorbeeld een pagina. Toen is Nathalie bij mij geweest. Dat is in juni geweest. Toen heeft zij geholpen de droger op zijn plek te zetten. Nou zoek ik een plaatje van de droger. We hebben wat winkeltjes bezocht, dat heb ik gedaan. We hebben geswitcht, we hebben patat met milkshake gedronken en snacks. Ik kreeg toen dit tasje van mijn moeder, we hebben lekker cola gedronken. En we hebben iets gekocht in Disney-stijl, dus dat heb ik dan ook gelijk hierin verwerkt. Dus ja, zo doe ik dat dan een beetje. Dus zo ben ik daar dus een beetje mee bezig. Dus dan heb je een beetje een idee wat ik dan allemaal aan het doen ben. Zo, ik heb hier een gedichtje voor lente. Die gaat ook even in de tas. En ik weet het, ze snapte natuurlijk nog helemaal niks van. Maar ik had het ineens in mijn hoofd. Ik liep er al een paar weken mee rond. En de zinnen die vormden in mijn hoofd. Ik dacht, ach, ik vind het wel leuk om een gedichtje te schrijven. Ik weet dat Nathalie en Frank het ook bewaren. Dus
als ze later groot is, mag ze kan ze het altijd nog eens teruglezen. En ach, ik vond het wel leuk om even te doen. Ik denk dat Nathan hier misschien wel heel erg om moet lachen. Dus nou ja, ik heb dat ook even afgemaakt. Dus nou, eigenlijk best wel een lekker middagje zo. Keuken lekker schoon, het geeft een lekker gevoel. Cadeautjes staan klaar, dat is ook fijn. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Toch lekker veel kunnen doen eigenlijk in een korte tijd. En dat geeft wel weer een fijn gevoel. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Vanavond bestel ik eten, want ik vier mijn 500 abonnees. En ik vier ook dat ik 5 jaar alleen ben. Dus eigenlijk is het dubbel feest. Dus ja, dat ga ik lekker doen straks. Vanavond, ja, weet ik eigenlijk nog niet. Je hebt niet zo heel veel op televisie. Ik ga sowieso een Witse kijken. Dus misschien dat ik nog iets ga terugkijken. Ik moet even kijken. Ik ga sowieso even lekker switchen. Dus ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik op tv ga kijken. Ik wil wel de vlog alweer voor het grootste gedeelte afmaken. Dat vind ik wel weer fijn. En sowieso eventjes ga ik natuurlijk de laatste aflevering van Unbelievable kijken. Betekent wel dat ik morgen weer een nieuwe serie moet uitzoeken, maar dat komt vast goed. En had ik verder nog, wat wilde ik verder? Oh ja, ik ga Salamander kijken, dus dat wordt het verder ook. Dus verder, ja, is dat het ook niet zo heel veel, maar gewoon even lekker relaxed. Ja, ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik ben druk zat geweest, vind ik zelf. Dus morgen weer een dag, zou ik zeggen. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 28 november. Ik heb echt verschrikkelijk geslapen. Ik heb het idee dat er ook wat in mijn oog zit. Ik had 2 nachtmerries. En ja, dat was niet fijn. Ik werd van de eerste vrij bezweet wakker. Toen ben ik even naar het toilet geweest. Toen ben ik uiteindelijk wel weer in slaap gevallen. Maar die nachtmerrie was ook weer zo heftig. Nee, dat was niet echt fantastisch. Dus ja. Even minder. Gisteravond al lekker eten besteld, maar dat was ook niet helemaal een succes. Ja, het eten was super lekker, maar de bezorging was echt ruk. Ik had om 6:15 al eten besteld. Zou om 6:30 bezorgd worden. Ik denk, nou, mooie tijd. Ik ben iemand die nooit heel vroeg eet. Ja, er zijn mensen die eten om 5:00 al. Of mensen om 6:00, maar ik ben meestal eigenlijk altijd laat met eten. Dus ik dacht, nou, dan kan ik mooi van tevoren nog even douchen. En dan ben ik klaar als het eten er is. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon om 6:00 hier klaar, 6:10. Ja, de tijd verstreek en het eten werd maar niet bezorgd. En ik denk, nou, het duurt wel heel erg lang. Op een gegeven moment geprobeerd het restaurant te bellen, werd ook niet opgenomen. 8:00 werd het eten een keer bezorgd. Nou, dat vond ik wel heel laat. Dat was geen succes. En ik weet niet of dat kwam omdat ze nu vandaag maar tot 5:00 open mogen zijn. Dat het gewoon extra druk was. Ik weet het niet zo goed, maar ik vond het niet geweldig. Dus daar baalde ik een beetje van. Maar goed, het was wel heel lekker. Dus dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Maar ja, de tijd was gewoon niet zo fijn. Ik heb ook niet heel veel gekeken. Ik heb wel even een witse gekeken. Maar ja, verder, er was niet zoveel. En nee, ik had ook niet echt meer dingen terug te kijken. Dus nou ja, dat. Ik heb mijn vlog alweer klaar tot en met gisteren. Toen ben ik Unbelievable gaan kijken. De laatste aflevering was wel weer heel spannend. Het was echt een heel mooi einde ook van deze serie. En daarna had ik Salamander, dus dat was het ook wel. Maar goed. Ja, vandaag raak ik niet heel veel op de planning. Ik ga even de groentes afhalen en ik ga eventjes foto's maken. En ik moet even de was in de kast doen. Misschien boven nog even wat opruimen, maar dat is het ook wel. Ik heb een vest aan, volgens mij heb ik die gewassen in Lenore of zo, want ik ruik zo'n heel lekker geurtje en dan weet ik nooit meer welke wasverzachter dat is geweest. Maar deze ruikt altijd heel lang. Lenore, heb ik het idee. Dat is wel heel lekker. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Nathalie had gezellig de kerstboom al opgezet. Gisteren zag ik, kreeg een foto van, dus dat was wel heel leuk. Ja, en ja, mijn moeder is nu bij mijn oma. Die was gisteren wel weer vrij moe geweest ook. Ze had wel in haar eigen rolstoel gezeten. Dat is natuurlijk wel goed nieuws. Ze had nu ook wel weer wat dingen gegeten. Maar het avondeten wilde niet zo goed. Maar ze pakt wel zelf weer drinken. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar we mogen nog niet te hoog
van de toren blazen van oh, ze is weer helemaal goed. Want dat is gewoon nog niet, want ze blijft ook heel moe. Maar dat is natuurlijk een iets wat bij corona hoort. En ik las nu ook dat er alweer heel veel besmettingen zijn met de nieuwe variant. Ik geloof dat heel veel mensen in Zuid-Afrika zijn geweest en daar is ook een nieuwe variant. Die zitten nu allemaal wel in quarantaine, die getest zijn en besmet zijn. Maar ja, is natuurlijk ook niet heel fijn. Maar goed, ik ga eventjes stofzuigen en zo. En dan ga ik even de groenten doen en laat ik straks even de fotospullen zien. En dan ga ik hier even wat dingen doen. Alex heeft ook al gespeeld, die hebben gewonnen met 1-0. Dus dat is mooi. Dus, nou ja. Ik ga eventjes wat doen. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik denk dat ik echt de lamp aan moet doen, want het is een beetje donker. Ik denk dat het wel handig is. Kijk. Dat is beter. Ik ga de Pretty Natural Hydrating Foundation testen. Ik ben wel bang dat deze te donker is, dus dat gaan we zien. Dan heb ik hier Lip Care, Powerful 5 Lip Care. Dan heb ik hier de 20 Sparkling Wave. Kunnen jullie het goed zien? Dit is de 040 Addicting Cases. Of Addicted Cases. Dan hebben we de 010 Charming Rose. En dan heb ik hier nog een wat donker kleurtje. En die heet 030 Sweet Cherry. En dan heb ik twee oogschaduwpaletten van Fab Factory. Dat zijn de Mind Crush. Dat is een Mind Crush paletten en een Pink Crush paletten. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Best wel wat dingen gedaan, maar dat vertel ik straks nog eventjes. Zo, ik ben klaar. Ik heb de groenten mooi afgehaald. Ik heb de was in de kast gelegd. Ik heb boven weer even wat boodschappen verplaatst. Dat ging prima. Toen heb ik de fotospullen uitgezocht. Nou, dat heb ik dus net gefotografeerd. Ik heb net alles opgeruimd. Eventjes ja, de batterij van mijn camera zit op de oplader. Ja, dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Alleen vanavond nog even de lampen wegzetten. Maar ja, dat is altijd omdat ze warm blijven. Dus dat was op zich wel lekker. Ik ben volgens mij de enige in de straat die al lampen aan heeft. Maar wat maakt het uit? Ik vond het donker. Maar ik heb weer zo last van mijn handen. En ja, ik heb nou hier weer hele droge plekken. Ik blijf wel steeds goed smeren hoor. Maar kijk, er zit nou hier helemaal bij mijn ring. Ook een heel droog plekje. Maar ja, dat merk ik ook vooral met dat desinfectiemiddel. Dat er zoveel verschillende soorten van zijn. Want de ene die heeft echt van dat dunne, viezige spulletje. Dat bijt ook heel erg, vind ik. Vooral als je dus een beetje droge handen hebt. Een andere die heeft weer wat van dat dikkere spul. Dat vind ik zelf het fijnste. Want dat, ja, dan heb je gewoon echt... Ja, ik vind dat gewoon lekker fijn aanvoelen als het wat dikker is. Maar het is allemaal heel verschillend. Het is niet... Nee, het is niet bevorderlijk voor je handen. Dan heb ik er vandaag helemaal niet mee te maken gehad. Maar het viel me gewoon de afgelopen weken al weer heel erg op. Ja, het zal wel weer ook wel de bedoeling wezen dat we dat nu weer meer gaan doen. Maar als het zo bijt, jongens, dat is bijna niet te doen. Maar goed. Ja, ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en even eten. Vanavond heb je nou weer wel de datingquiz. Volgens mij waren ze bij SBS in de war. Want eerst zou het vanavond voor het laatst zijn. Toen zeiden ze afgelopen week dat vandaag de Linda's winter een maand weer begon. Dat was later weer een foutje. En toen kwam de datingquiz nog wel een keer. Dus ik had het wel goed gezien. Maar dan begin ik gelijk te twijfelen aan mezelf. Van, oh, had ik het dan fout? Nou, dat heb je nog. Ik ga nog een witse kijken. Ik ga mijn nagels even doen. Ik ga een nieuwe Netflix-serie beginnen, maar ik heb nog geen idee welke. En vanavond, het is zondag, is het tijd voor Undercover, aflevering 2. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik moet verder nog even foto's bewerken, dus dat is het eigenlijk ook wel. Dus niet heel veel bijzonders. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 29 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer koud. Maar het is ook gewoon echt wel heel erg koud. Want ik had gisteren, ik lag in bed en ik had het zo koud. En dan heb ik mijn hand heb ik onder het dekbed uit. Want ik moet steeds op mijn e-reader tikken om naar de volgende bladzijde te gaan. En dan daarna duik je er weer heel snel onder. Maar je bent vaak snel door een bladzijde heen, dus je moet weer eronder uit. Nou, het is gewoon echt super koud. Maar nou, het hoort bij de tijd van het jaar. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Allereerst even de datingquiz. Nou ja, het was wel leuk, maar
Ik geloof niet dat het echt een succesvol programma is, want er zijn zo weinig matches dat ik denk van, als dit het is. Maar goed, daarna heb ik even Witsen gekeken, dat was heel erg leuk. Ik heb ondertussen mijn nagels gedaan, het is een heel licht kleurtje, licht roze. En dat is deze van Max & More. En dit is de kleur 437 Pinky Swear. Dus ik vind hem wel heel leuk. Maar hij is dus inderdaad wat lichter. Maar ook wel leuk voor de afwisseling. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik ben vast begonnen met een stukje van een artikel voor dinsdag. En toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. En die serie heet Clickbait. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is ook weer een miniserie. En deze serie gaat over een man. Die verschijnt ineens op een online platform met een filmpje waarin hij dus borden omhoog houdt dat hij iemand zou vermoord hebben, dat hij vrouwen mishandelt. En bij zoveel views zou hij vermoord worden. Of vermoord, dus dan sterf ik. En zijn familie kan dat natuurlijk niet geloven, want die kennen hem als een hele aardige man. En ja, die weten eigenlijk ook niet zo goed wat ze ermee moeten. Zijn zus die duikt er helemaal op, zo is hij niet. Maar ja, inmiddels hebben ze dan die views gehaald. En dan is dus de vraag, wordt hij daadwerkelijk, gaat hij dus inderdaad dood of niet? En heeft hij die dingen dus daadwerkelijk gedaan die op dat bord stonden of niet? Dus dan zou de vraag zijn, heeft hij een geheime agenda, ja of nee? Maar ik vond het wel heel interessant. Ik vond het jammer dat het afgelopen was. Dus ik ben vanavond wel heel erg benieuwd naar de volgende aflevering. Dat je echt denkt van, ja, het loont wel om verder te kijken. En daarna had ik in de cover heel mooi deze tweede aflevering. Maar ik vind Ferry nu wel de clown. Ja, ik heb gewoon een paar keer gewoon gelachen. Want waar hij in seizoen 1 echt het mannetje was, vind ik hem hier gewoon een beetje dom in dit seizoen. Ik ga verder er niks over zeggen, want ik weet dat heel veel mensen misschien nog moeten beginnen met kijken. Zo ook Nathalie en Frank, die moeten nog beginnen. Maar ik kan alleen zeggen, ik vind hem een clown. Maar goed, het was wel weer heel erg leuk. En ik heb al nu alweer zin in de volgende aflevering. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ja, ik ga zo meteen even de was aanzetten, want er moet even een was in. Ik heb een volle wasmand in de slaapkamer staan, maar de handdoeken die moeten er nu eerst even in. Dan ga ik even de kattenbakken doen en de gang en zo. En even de douche en dat is het dan ook wel. Maar zo meteen eerst maar eventjes de was bij elkaar rapen, dan is dat in ieder geval ook weer klaar. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen, dus... Ja, ik ga eventjes zo meteen wat spullen pakken. Ik ga ook alvast even kleding pakken voor morgen, want ik moet morgen vrij op tijd weg. Kwart voor één vertrek ik al. Dus dan vind ik het gewoon fijn als het klaar ligt. Dan ja, kan ik gewoon, als ik heb gesport en mijn eigen verzorgd heb, kan ik mijn kleding aan en ben ik klaar. Nou ja, dan moet ik nog wel de make-up, maar dan in ieder geval dan ben ik weer wat verder. Dus, ik ga eventjes aan de gang hier. Alles klaar. De douche is lekker schoon. De gang. Nou, hun hebben schone bakken. Ze hebben net hun etensbakje leeg gegeten. Daar hebben ze ook wel weer lekker van genoten. Ik was volgens mij rond 4 uur al klaar met alles. Toen heb ik even rustig foldertjes zitten kijken. Want die waren nu fysiek gekomen, gelukkig weer. Dus die heb ik even doorgespit. Toen ben ik nog even een potje Candy Crush gaan doen. Ik ben weer heel erg met Candy Crush soda. Dat is deze. Die vind ik dan net wat leuker als de normale Candy Crush. Want deze die ja, moet je soms beren zoeken. Of je moet overal jam krijgen. Of ja, is net wat uitdagender als de gewone Candy Crush. Maar de laatste weken ben ik daar weer een beetje mee aan de gang. Dus ik dacht, nou kan ik morgen wel even doen. Maar ik kom niet door dit level heen. Dus dat is een beetje jammer. Maar komt vanzelf wel een keertje.
Maar het is wel lekker dat alles weer schoon is. Ik heb het helaas niet warm gekregen, dus de verwarming gaat straks lekker aan. Dus ja, dat is wel weer lekker. De lampen staan ook al aan. Even de was, die draai ik nog. Ik heb de handdoeken erin zitten, maar die duren altijd lang, want die doe ik op 60 graden. Dus dat is altijd een wat ja, langer proces om te wassen, maar dat geeft niet. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan denk ik dat we straks nog even video bellen, of misschien bellen ze gewoon. Even bijpraten. Dan ga ik douchen en dan ga ik straks eten. Vanavond, ja, gewoon goede tijden. Daarna heb ik nog een aflevering van het Roerom. Ga ik even kijken. En daarna heb je Cupido of zo. Ik heb het idee dat het ook de laatste is. Dus dat ga ik ook mooi even kijken. Nou, ik moet even een artikel schrijven. En wil even met het artikel verder waar ik gisteren mee bezig was. Dan ga ik Clickbait kijken. En ja, vanavond gewoon weer witsen. Dus dat wordt het verder ook wel. Dus ik lag gisteravond in bed en ik had ineens heel erg zin. Ik dacht ineens, oh fraps, dat vond ik ook altijd zo lekker. Maar ik had het een beetje een nadeel. Ik weet niet of mensen het herkennen, maar ik ben natuurlijk alleen. En zo'n pak fraps, je hebt gelijk 6 van die fraps. Nou, als ik 2 van die fraps eet, dan heb ik genoeg. Dus dan hou je 4 van die fraps over. Maar als je die in de vriezer doet, dat is gewoon drama. En het is ook niet zo dat je 3 dagen achter elkaar aan de fraps wil zitten natuurlijk. Dus ja, vind ik altijd een beetje jammer dat dat gewoon nog steeds allemaal in grootverpakking is. Dat dat nog niet echt op de kleine huishoudens gericht is. Maar zat ik ineens aan te denken, daar had ik weer een keertje zin in. Maar nou ja, ik moet maar even kijken. Misschien dat ik even op Google iets kan vinden. Misschien hebben jullie nog een tip hoe je dat, hoe je die frepbladen kunt bewaren. Ja, laat het dan zeker even weten. Want ik zou het wel graag weer een keer willen eten, maar ik weet gewoon niet zo goed. Ja, omdat ik gewoon met al die bladen blijf zitten. Dat is een beetje lastig. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 30 november en ik ben klaargemaakt. En ik ga zometeen naar mijn moeder toe. Ik ga de Sinterklaas cadeautjes wegbrengen. Even kijken of kleine Lente al wakker is, want die is er ook gezellig met Nathalie. Het is leuk om hen ook weer eventjes te zien. We zouden gisteren nog even video bellen, dat kon helaas niet, want ze had een stroomstoring in de woonkamer, mijn moeder. Die had alleen in de woonkamer geen stroom. Ze hadden geen lampjes, niks. In de keuken, gang, boven, deed alles het. Ze hadden alles er al uit gehad en ze wisten niet waar het aan lag. Ze hadden wel gebeld met een bedrijf. Toen werden ze teruggebeld door een monteur en die zei heel eerlijk, ja, als we daarvoor moeten komen, dan zijn de kosten voor jezelf als het in de huishoudelijke sfeer ligt. En die zijn heel hoog, want het is avondtarief. Dus toen hadden ze zoiets van, nou weet je, we gaan morgen zelf al op zoek. Toen is uiteindelijk mijn vader nog eventjes gekomen en die heeft het opgelost. Bleek iets in de schuur te zijn. Nou, dat is echt wel uiteindelijk zelf wel op kunnen lossen, maar ja, goed. Ja, soms denk je daar ook niet direct aan. Ze zegt, als we even iets beter hadden gekeken, maar ja, ze zegt, Lente liep er ook bij en ja, dat was gewoon even iets lastiger. Want ja, die hobbelt nu natuurlijk ook overal mee heen, nu ze wandelt. Maar goed, we zien elkaar zo meteen, dus op zich geeft het niet heel erg. Maar het is altijd wel even gezellig ook video bellen. Ik heb Goede Tijden gekeken en eventjes het Roerom. En daarna had je de laatste aflevering van Cupido of zo. Was ook wel leuk. Uiteindelijk is er 1 match uitgekomen. Ook niet heel verrassend. De andere matchen ook gewoon niet zo heel goed. In eerste instantie lijken ze nou goed te matchen. Maar uiteindelijk is er toch iets waarvan ze denken, nee, het is het toch niet. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik ben bezig geweest met een artikel voor vandaag. Die komt vanavond nog online. Daar moet ik alleen nog even de foto's bij plakken. Toen ben ik Clickbait gaan kijken. En daarna had ik witsen. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga zometeen nog eventjes stofzuigen. Dan ben ik verder klaar om te gaan. En dan ja, ga ik dat eventjes doen. En dan ja, daarna eventjes boodschappen doen. En dan is de middag ook wel weer om. Dus dat is voor nu even de planning. Ik baal een beetje. Mijn Rabobank app heeft weer een storing met betaling. Ik word daar helemaal peuneveu van. Ze zeggen dat er geen storing is bij de Rabobank, maar ik kom er niet in. Ik weet het ook niet. Het is heel raar in ieder geval. Maar goed, ik hoop dat dat straks ook opgelost is. Ja, ik ga eventjes de stofzuiger er doorheen trekken en even hun bakken scheppen. En dan me even verder klaarmaken, even schoenen aan en de deur op slot en zo. En dan ga ik die kant op. Dus nou, ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. Dat is heel mooi. Oh, dat is wel leuk. Die zijn ook leuk. Ja. Een naasje, een wandje en een lijfje.
Is die kaas, klopt dat? Yep. Zo, ik ben weer thuis. Het was hartstikke leuk. Ik heb alleen Lente helaas niet gezien, want die lag lekker te slapen. Dus met kerst zie ik haar weer. Sinterklaas cadeautjes meegekregen. Dat ga ik zondagavond leuk uitpakken. Een soort mini pakjesavond. Lekker wat gedronken. Lekker een paar chocolaatjes op. Het was hartstikke gezellig. Mijn kist meegenomen. Ik had een houten kist. Die had ik van vroeger nog. En die had ik meegenomen nu. Die zou ik al een tijdje meenemen. Elke keer vergat ik het. Maar nu heb ik hem. Hij staat ook al op zolder hoor. Dan ga ik mijn beddengoed in doen. Want ik heb eigenlijk geen goede plek voor mijn beddengoed. Die moet ik eerst even goed schoonmaken. Dan kan mijn beddengoed er mooi in. Dus dat. En ik heb gewoon boodschappen gedaan. Die zal ik eventjes laten zien aan jullie. Ik heb ook mijn skiers meegenomen bij mijn moeder vandaan. Dit zijn mijn skiers. Die had ik echt al jaren. Maar het past er nog steeds. En die heb ik nu ook meegenomen. Die kunnen ook mooi netjes op zolder. Ik had gevraagd of mijn moeder een adventskalender wilde halen van Max en Moor. Want ik vond het toch wel leuk om een adventskalender te hebben. En die ga ik vanaf morgen elke dag met jullie een vakje uitpakken. Dus dat is de make-up kalender. Even kijken hoor, het is allemaal een beetje door elkaar heen. Ik had nog van mijn moeder nog wat extra kerstlampjes. Want ik had, naast ze heeft toch best wel weinig kerstlampjes. Dus ik heb twee strengen met kerstlampjes. Die moeten even apart. Want die hebben we toch vrijdag nodig. Jassie. Tijger, niet in beeld. Mijn jasje is weer terug. Die hebben we geruild. Ik had bij Kruidvat nog wat dingetjes voor kerst. Deze kerstkatje. Deze, die vond ik heel leuk. Poesje met een kerstmutsje op. Die vond ik zo schattig. En ik heb nog deze kerstfiguurtjes voor in de boom. Ook heel leuk. Dan heb ik ook nog dit kerstkatje. Die ga ik gewoon leuk neerzetten. En nog dit figuurtje. Dus dat gaan we leuk gewoon neerzetten hier. Het wordt wel heel gezellig. Deze moet ik even vastplakken. Dit was cadeau van mijn vader. Die moet ik nog even vastplakken. Die is een beetje losgegaan. Ik heb aardappelschijfjes. Verrast ook niemand meer. Ik had mijn... Een keukenrol er nog in zit. Die had ik gisteren gepakt, want die was bijna op en die was vergeten uit de tas te halen. Ik heb even van die reinigingsdoekjes gehaald voor mijn zwartjes weg te halen, want die had ik niet meer. Bonen. Ik heb spekreepjes. Patatjes. Wat is dat? Ik hoor iets op mijn telefoon binnenkomen. Zoiets van YouTube. Creators. Twee flesjes olie heb ik even meegenomen, want mijn olie was bijna op. Hamburgers voor donderdag. Dat is dat. De andere tas. Gelijk weer even de keukenrol meegenomen, want het gaat er toch altijd zo hard doorheen. Want ik maak ook mijn pannen ermee schoon. Twee dozen frikandellen, want die waren weer in de aanbieding. Dus die heb ik ook even weer meegenomen. Die ga ik zo meteen gelijk even in de vriezer verwerken. Kattenbrokken. Bakken en braden. Dus even steen gratis op Robijn. Dus ik heb even wasverzachter meegenomen. De morgenvis is altijd wel heel lekker. En ook de puur en zacht. Brokjes in gelei. Erdbeien voor zondag.
Dan heb ik er van het weekend een chocoladelettertje voor Sinterklaasavond. Mag wel. En een broccoli. En nog even hier een kastje met cadeautjes van Nathalie. Super leuk voor Sinterklaas. Ik heb nog een glas van Mickey gekocht. Die kon ik ook loskopen. Dus die wilde ik ook heel graag hebben. En ik kreeg nog dit hele leuke kersthangertje van mijn moeder voor in de kerstboom. Dus die gaan we ook leuk ophangen. Dus dat waren alle boodschapjes. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik straks even douchen en koken. Vanavond heb je nog een keertje bureau Hofstad. Dus dat ga ik mooi kijken. Ik heb eventjes vier handen op één buik opgenomen. Verder ga ik de vlog afmaken en even foto's bewerken en het artikel nog even afmaken. Dan ga ik clickbait kijken en daarna heb ik weer witsen. Dus dat wordt verder ook de avond. Straks eens lekker douchen, want ja, we hebben die kist naar boven getild. Het was wel even een klus, maar het ging wel goed gelukkig. Ik ga even de boodschap opruimen. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien.